Wij praten al 26 jaren lang over de effecten van klimaatverandering, maar opeenvolgende regeringen verzuimen een structurele oplossing te formuleren. Dit zegt professor Siunait Naipaul als reactie op de recente wateroverlastsituatie in grote delen van ons land. De regering heeft onlangs een crisisteam geïnstalleerd dat beleid moet formuleren ten aanzien van dit stuk. Volgens de hydroloog is dat niet voldoende. Men verandert niet van werkwijze, van gedachten, van noem maar op. En het gaat gewoon door op dit ogenblik. En het is jammer om vast te stellen dat inderdaad alles ontwricht raakt. Hè? Ook de atmosfeer, de verschijnselen in de atmosfeer, de drukverschijnselen, die worden maar groter en grandiozer en sterker. Vandaar dat we dit ook dit hebben. Hè? Dus de zee wordt warm, het wordt continu aangevoerd vanuit het zee naar het land toe. En dat wordt in feite op den duur resulteert die naar heel veel neerslag. Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, verandering van de heersende windrichting en van de waterkringloop en daarmee van de bevolking en de hoeveelheid neerslag op aarde. Deze veranderingen hebben invloed op woestijnvorming, draslanden, overstromingen door buiten hun oevers treden rivieren en de grootte van ijskappen en gletsjers. Op lange termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestromingen, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater. De effecten van klimaatverandering zijn de afgelopen jaren duidelijk merkbaar in Suriname. De hydroloog benadrukt dat het terugkeren van een stabiele toestand in onze atmosfeer niet mogelijk is. De regering moet daarom gericht beleid formuleren om Suriname te behoeden van een nationale ramp. We hebben in 2006 overstroming gehad. Daar was ook noodtoestand afgekondigd, denk ik. In 2008 hebben we ook overstroming gehad. Daarna hebben we vaak overstroming gehad in de kustvlakte. Maar we denken nog altijd, ik weet niet waarom, dat weer de stabiele toestand terugkomt. We zijn weg van de stabiele toestand. De atmosfeer is niet meer stabiel. De temperatuur blijft toenemen. De aarde wordt steeds warmer. Mensen hebben steeds meer behoefte aan meer producten, meer ruimte. Met als gevolg dat het water geen plaats meer heeft. Er is geen buffer meer, waardoor het water ergens voor tijdelijk kan achterblijven en wanneer het een beetje rustig wordt dat hij wegstroomt. Dus het wordt steeds maar erger.